Stijn Racing, dit is nog eens een klinkende zegen. Een mooie manier om het jaar uit te gaan wat de Eredivisie betreft. Ja, wat de Eredivisie betreft zeker. Gewoon overtuigende overwinning, denk ik. En een hele belangrijke. Ja, tegen een directe concurrent. En ook na een aantal nederlagen op rij. Jullie hadden een goede reeks, toen een paar nederlagen. Maar zo wordt het toch met een lekker gevoel nog even richting Katwijk en daarna aan de kerst. Ja, dat sowieso. Ja. Het is een directe concurrent hoe het nu staat. Al ligt alles wel natuurlijk heel dicht bij elkaar. Maar als je zo de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop heel overtuigend wint en weer klimt op de ranglijst, dan is het natuurlijk wel lekker voor het gevoel. Ondanks dat het nog een lang seizoen is. Ja, je neemt in de eerste helft vandaag tegen Vitesse al een marge, wordt 2-0. En in de slotfase lijken jullie te bedenken, ho eens even, 2-0, dat is wel erg weinig. We maken er nog drie. Ja, ik denk na de 3-0 dat zij ook wel een beetje de hoop opgaven. En dat iedereen gretig bleef om te scoren en aan te vallen en gewoon vooruit bleef gaan. Dus we waren niet de voorsprong aan het verdedigen, maar juist we speelden om nog meer te scoren. Dus dat was goed. Ja, nu is 2023 al een historisch jaar voor de club. Nu kunnen we nog een klein beetje extra geschiedenis schrijven als jullie donderdag winnen in Katwijk. Dan gaat de club voor het eerst naar de laatste 16. Hoe kijken jullie naar die wedstrijd? Is dat weer net zo'n serieuze voorbereiding als altijd? Ja, zeker. We willen ook gewoon doorgaan in de beker. En het is de laatste wedstrijd voor de winterstop. Dus je wil met een goed gevoel de winterstop ingaan. Dus we onderschatten helemaal niks. En die willen we gewoon zeker gaan winnen. Ik loop een klein beetje op zaken vooruit, maar zijn jullie toe aan de winterstop? Is het lekker dat er even rust is na toch een hectisch eerste half jaar in de Eredivisie? Nee, mij maakt het niet zoveel uit. Als we nu nog door hadden gevoetbald, had ik het ook prima gevonden. Maar het is natuurlijk ook lekker om er even tussenuit te zijn met familie, vrienden. Kerst en oud en nieuw zijn leuke dagen. Dus beide leuk. Maar het is nou eenmaal altijd in de winter, dus ik kijk er ook wel naar uit. Donderdag nog even knallen en dan lekker aan het kerstdiner. Dankjewel, Stijn. Absoluut.